De Nederlandse regering heeft de grenzen geopend voor een paar honderd ontheemde ouden van Dagen die sinds het einde van de oorlog in kampen in Oostenrijk en West-Duitsland waren ondergebracht. In Eindhoven is het laatste transport thans aangekomen. 35 mannen en vrouwen, afkomstig uit Joegoslavië, Polen, Hongarije en de Baltische landen. Mensen wier gemiddelde leeftijd ongeveer 70 jaar is. Zij werden na de oorlog gedwongen hun geboorteland te verlaten of verkozen vrijwillig de ballingschap. 5 jaar hebben ze onder moeilijke omstandigheden in de kampen voor ontheemden doorgebracht. Nu neemt Nederland hen op. Enkelen hunner hebben we aan de koffietafel nog getroffen. Op de meeste gezichten stond berusting te lezen. Hier, ver van hun geboortegrond, zullen deze mensen hun levensavond doorbrengen. Kunnen ze in volle vrijheid thans de handen in de schoot leggen.